De tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Waar is mijn zoon? Ik weet het niet. Echt niet. Helen, laten we dit uitpraten. Er valt niks uit te praten. Maar laat me dan tenminste uitleggen wat mijn motieven waren. Je hoeft niks uit te leggen. Je moest toch carrière maken, koste wat kost. En nu na al die jaren neem je contact met me op om weer alleen aan jezelf te denken. Nou, voor mijn part ruïneert die afpersen jouw hele leven. Precies zoals je het mijne hebt geruïneerd. Waar ga je naartoe? Mijn zoon zoeken! Ah, dat is weer tijd. Als we niet opschieten, kom ik nog te laat op mijn werk. Mirjam, ik zei dat ik wel eventjes wilde helpen. Als ik dit zo zie, hebben we op zijn minst een busje nodig. Overdrijf toch niet zo? Maar ja, vraag het maar. Als we hem wel opschieten, want Tom die staat helemaal alleen voor nu Helmut weg is. Ze is toch niet weer ziek, hè? Nee hoor. Ben je wat kwijt? Ja, mijn zaklantaarn. Ik moet hem hebben, anders kan ik hem weer... Daar heb je nou geen tijd voor, Mirjam. Dat komt er weer tevoorschijn bij het uitpakken. Ja, dat zeg jij. Ik heb hem nu nodig. Heps. Het is maar goed dat ik even gezocht heb. Hij zat in de doos van Annette, hè? Even wachten, niet dat ik haar spullen ook naar Arnie breng? Dat is toch zo gebeurd? We hebben die auto zo volgepropt. De volgende keer ben ik er niet als jij belt, hoor. De ene keer zadel je met je problemen op. De volgende keer kan ik een klusje voor je opknappen. Ik word langzamerhand behoorlijk ziek voor hem. Nou ja. Geloof je toch zelf niet, hè? Je bent toch goed voor deze wereld? Je voelt beter als die gek van een appie. Wat is er nou weer mis met appies? Komt hier op een dag binnenlopen en probeert me gewoon te versieren. Ah. Dat staat dan op het platteland doen, de hele dag in het hooi rollen. Nou, ik snap niet dat Arnie het met hem uithoudt, hoor, onder één dak. Zijn buurmeisje schijnt hem nog wat te zien zitten. Ja, daar noem je ook wat, zeg. Oh, dat smaakt niet gek. Een soort likeurtje. Heel goed, Appie. Tia Maria, toch? Je moet er eigenlijk heel voorzichtig aan nippen om de volle smaak te proeven. Oh, ja. Nou ja, zo leer je elke dag weer iets bij, hè? Zeg, het zal wel moeilijk zijn om aan bijzondere dingen te komen, hè? Daar op het platteland, bedoel ik. Nou, wat we zelf niet maken, dat kopen we in de stad. Maar dit ken ik niet. Nee, we drinken voornamelijk bier. Daar gaat niks boven een groot glas koud bier na een dag hard werken. Ik zou ook dolgraag op een boerderij willen wonen. Gewoon weg van al dat opgefokte gedoe van de stad. De naakte strijd om het bestaan. Daarvoor moet je over wel heel bijzondere kwaliteiten beschikken. Ja. Geen wonder dat mijn dochter een oogje op je heeft. Alsjeblieft. Ik geloof dat ik er nu echt vandoor moet. Ik heb nog een heleboel boodschappen te doen. Het was een voortreffelijke lunch. En heel gezellig. Nou, het genoegen was geheel aan mijn kant, mevrouw. Kom jij zondag bij ons brunchen? Ja, graag. Goed zo. Ah, goede manieren kosten gelukkig niks. Nou, tot zondag dan. Dag. Dag. Gefeliciteerd. Ja? Je bent officieel goedgekeurd. De brunch op zondag. Dat is echt heel exclusief. Dus ze is om? Niet alleen zij. Of was ik het al? Mag ik dan het nieuwe nummer van verpleeghuis Groenzicht? Ja, alstublieft.
Ah, nou ja, ik begrijp het. Nee, bedankt voor de moeite. Dag, Helen. We moeten praten, Helen. Ga alsjeblieft weg. Geef me in ieder geval de kans om iets uit te leggen. Wat jij ook ter verdediging aanvoert, dat wat jij gedaan hebt aan mij, is niet te rechtvaardigen. Ik vergeef je nooit dat je gelogen hebt over mijn zoon. Ik kan je toch helpen om hem te vinden? Ik heb jouw hulp niet nodig. Toch wel. Dit verpleeghuis, dat bestaat al jaren niet meer. Dat had ik intussen ook ontdekt. En wat is je volgende stap? Contact opnemen met de staf? Dat heb ik ook al geprobeerd. De directeur die zit ergens in het buitenland en de rest van de staf is dood of niet meer te traceren. Het is onbegonnen werk. En hoe weet jij dat allemaal? Nou, omdat ik heb geprobeerd om die zuster te achterhalen die dat pleeggezin heeft uitgezocht. Nou, misschien heeft zij ook iets met die chantage te maken. Dat probeer ik in de auto uit te leggen. Pleeggezin? Alsjeblieft, Helen. Probeer de situatie toen voor mij in te denken. Hè? Alles wees erop dat jij het niet zou halen. Toen die zuster mij aanbood om dat kind ergens onder te brengen. Toen deed jij er maar afstand van. Je eigen kind nota bene. Ja, maar niet voordat ik zeker wist dat hij goed verzorgd zou worden. Oh ja, hoe dan? Door te betalen voor zijn opvoeding met zwijggeld? En toen ik weer beter werd. Waarom heb je me toen niet geholpen om mijn kind weer terug te krijgen? De dokters waren er tegen. Je was alleen. Je gezondheid was niet al te best. Het was beter voor iedereen zo, vonden we. Vonden we. Wie denk je eigenlijk wel dat je bent? God zelf. Oké, ik had het niet moeten doen. En het spijt me meer dan jij denkt. Vergeet niet, het waren heel andere tijden. Daarom wil ik je graag helpen. Het is tenslotte mijn zoon. Het is jouw zoon niet meer. Jij hebt hem vrijwillig afgestaan. Ik niet. Meneer Smit, die moet voorlopig doorgaan met die staalpillen. Ja. Vertel dat maar. Oké. En verder nog iets? Ja. Wil je me betrouwen? Perfect getimed, Wien. Met de praktijk van dokter Dekker. Is de dokter er? Het is erg dringend. Met Vera Simonis. Ik moet hem spreken. Ogenblikje. Simonis. Zeg maar dat ze de boemer bellen. Volgens mij is ze erg in de war. Dekker? Ik heb uw brief ontvangen, dokter. Nou, dan hoop ik dat u mijn advies zult opvolgen. Ja. Dokter de Boer is een prima arts. Ik begrijp dat u niet vrijuit kunt praten met het meisje in de buurt. Waarom gaan we vanavond niet samen ergens wat drinken? Dan kunnen we het uitpraten. Geen sprake van. Je hoeft echt niet bang te zijn, Simon. Nou ik geen patiënt meer van je ben, is er toch geen enkel beletsel meer om de vriendschapsbanden niet wat strakker aan te trekken? Luister nou even, mevrouw Simonis. Ja. Ik adviseer u om zo snel mogelijk contact op te nemen met dokter de Boer. Maar ik wil helemaal geen andere dokter. Simon, jij bent de enige die begrijpt wat ik nodig heb. Wat ik echt nodig heb. Ik denk het niet. Bovendien, uw gegevens zijn al doorgestuurd naar dokter de Boer. Goedemiddag. Ze heeft wel een bord voor de kop, hè? Eigenlijk is het heel zielig. Ze weet niet zo goed waar ze mee bezig is. En ik hoop dat de boer haar wel een hele goede psychiater toewijst. Ach, je moet je er niet meer druk over maken, Simon. Vanaf nu is ze de boers verantwoordelijkheid. Je hebt toch je best gedaan? Toch heb ik het gevoel dat ik er een beetje in de steek laat. Het is toch een hopeloos geval. Daarom juist.